Hallo kijkers, wat leuk dat je er allemaal bent. Ik ga vandaag weer een smoothie testen. En het is de laatste van de 100% fruit van dit merk. En dit keer is het een framboos persik. Altijd wel lekkere combinatie. Je kent het ook van het ijs bijvoorbeeld. Of van de toetjes. En nu dus in een smoothie gepropt, zeg maar. En geblend. Eigenlijk heb ik er wel een beetje hoge verwachtingen van. Want zoals ik al zeg, ik vind het een lekkere combinatie. En ik ben er weer heel erg benieuwd naar. Is het ook de juiste combinatie? Zit er niet te veel persik in? Niet te veel framboos? Heeft het ook een lekkere, zoete, frisse smaak? Ik ga hem openmaken. Maar eerst even schudden. Papegaai is er enthousiast vandaag. Kan ook gebeuren. Het is feestelijk tenslotte. Een feestelijke smaak. Nou, zo ziet hij er dus uit. Mooie kleur. Mooi donker ook. En waarschijnlijk door de framboos en de persik. De velletjes van de persik dan. Vermoed ik. Maar goed, nu de smaak dan toch, hè? Welke van de twee wint het? Of misschien is het wel een hele goede balans tussen die twee. Ik ga proeven. Ik zou zeggen, op uw gezondheid. Ja, mijn papegaai is meer in het enthousiast dan ik, moet ik zeggen. Hij is lekker, maar toch vind ik hem een klein beetje tegenvallen. Misschien waren de verwachtingen te hoog, dat zou kunnen. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is een lekkere smoothie, dat is het zeker. De framboos heeft het gewonnen in deze smaak, zeg maar. Want je proeft meer framboos als persik. Maar toch zit er iets in en denk van, hè. Een beetje, ja, houterig misschien. Een beetje houterig smaak zit er doorheen. En wat ik niet in thuis kan brengen. Jammer. Heel jammer. Het is toch niet alleen, tenminste niet mijn eerste keus, laat ik het zo zeggen. Het is wel een lekkere smoothie, maar er zijn lekkerder in de handel. En zeker van dit merk. Dit was Colite & Jealous met een smoothie smaaktest. En framboos persik. Oh ja, ik denk dat ik het weet. Hij is niet fris genoeg, misschien. Niet naturel. Zo klinkt dat tenminste. Dit was Colite & Jealous. En nu ga ik echt.
Of zal ik het filmpje overdoen? Nee. Ik wens u nog veel kijkplezier. Dag.